Met wie zit ik hier? MKE van Exulu. Ja, ik heet eigenlijk Mike. Lijkt wel een beetje op mijn gamernaam. Kijk. Hoe zijn jullie nu voor? Waar is dat, denken jullie nu aan? We waren net vooral bezig met wat we gaan doen. Er komen andere toernooien aan, ook best wel belangrijke. En, zeker weten, ja. Dus daar zijn we nu heel erg over aan het denken. Iets wat bij ons team heel erg het verschil kan maken, is de motivatie. We hebben, we spelen zeg maar, als we, ik zeg altijd, als we als wilde honden spelen, dan spelen we het beste. Alleen, we spelen soms een beetje achter feitjes aan, doordat we met de oefening op de verkeerde dingen focussen. En nu ook is bijvoorbeeld in de finals dat we willen dan iets spelen dat overpowered is, terwijl wij eigenlijk onze champs moeten spelen en juist agressief en zoals je het begint, afstraffend. En als we weinig motivatie hebben en iets gaat fout, dan gaan we vaak terug naar dat, oh, dit is heel overpowered, we doen dat. En dan, ja, eigenlijk hebben we tot nu toe in alle toernooien waar wij met deze line-up gespeeld hebben gemerkt dat dat niet voor ons werkt. En dat hebben we vandaag weer gemerkt. En we zijn dus heel erg bezig met hoe kunnen we onszelf daaraan herinneren. En dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met dat we geen coach hier hebben. Onze coach die coach is vanaf thuis en die was er niet bij. En dan merk je gewoon dat je die structuur die je bij het oefenen hebt mist. Ja. En dat er niet iemand is die op dat moment zegt van, jongens, we weten dat dit niet voor ons werkt. Juist. We gaan dit doen. Dus daar zijn we een beetje naar op zoek van, gaan we nu een coach erbij nemen die dan mee kan naar live events? Of gaat onze coach daarin, weet je wel, dat hij toch mee wil of mee kan? Er komt nu dus die Europese League, de Benelux Premier League. Ja. Daar gaan jullie aan meedoen. Ja. Dat had ik al begrepen. Zin in? Ja, dat is voor ons... ja, al die toernooien die we nu niet hebben gewonnen, zijn ze van... Oké, jammer. Nu gaan we winnen. Nu moeten we winnen. En vooral ook vanuit Serdar, vanuit Exulu's perspectief. Dit is waarom hij een line-up wil die zo lang bij elkaar blijft. Die zo hard gaat strijden. Ja. En het is eigenlijk heel goed dat je met dit soort toernooien... Nou, het is niet klein te noemen. Het is nog steeds een grote verlies dat we nu hebben. Maar het is wel fijn dat we nu dus voor datgene waar we op willen focussen... weer dingen leren om mee te nemen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we daar mensen gaan pakken. Denk ik. Zijn er nog dingen die jij zelf doet naast League of Legends? Ja, ik heb een 40 uur baan. Wat doe jij? Ik maak e-learning. Serieus? Ja. Wauw, wat maak je aan e-learning? Nou, ik ben een ontwerper. Ik werk nu dan meer voor corporates, dus voor grote bedrijven. Maar eigenlijk mijn passie, uiteindelijk wil ik graag voor kinderen, weet je wel, vroeger had je van die rekenspelletjes en zo. Ja. En ik heb eigenlijk heel veel game design gestudeerd, zeg maar minors game design, binnen mijn studie communicatie en multimedia design. En ik wil heel graag eigenlijk een soort van spelletjes, e-learning spelletjes maken voor kinderen, die ze dan op school op hun tablet tegenwoordig kunnen spelen. Dat is een beetje mijn droom. Maar ja, voor nu is het gewoon werkervaring, geld verdienen. Ik ben in mei afgestudeerd, dus ik ben net aan het werk. Dus het is nu gewoon even geld verdienen en het is hartstikke leuk. Ik heb dat naar mijn zin bij het bedrijf en het netwerk is leuk. Dus en hopelijk ooit dat ik mijn droom kan waarmaken en dan goede spelletjes voor kinderen maken. Nee. Hoeveel uur oefenen op een dag vind jij oké? Want ik heb Olle geïnterviewd van Team Liquid en die oefent zo'n 14, 16 uur per dag. Nou, 14, 16 uur per dag vind ik dus echt heel veel. Te veel. Ik zelf... Ik denk dat 8 uur, zeg maar, dat je 8 uur efficiënt kan oefenen. Want kijk naar mijn werk, er is voor een reden dat mensen 8 uur per dag werken. Ja. Je kan je niet veel langer concentreren op dingen. Dus ik denk als je 8 uur efficiënt invult, dat zou het beste zijn. En dan denk ik echt aan het oefenen en het analyseren van games en zo. En daarnaast kun je natuurlijk altijd voor je, omdat je het heel leuk vindt, nog verder gamen. Maar ik denk dat je 8 uur gefocust als uren voor training moet zien. En de rest moet je een beetje Aram doen of zo. Of voor de fans spelen. Aram, dat zegt niks. Dat is een All Random Mid. Dat is een speciale map. En dan speel je gewoon met vrienden. En dan heb je allemaal een random poppetje. En dan ga je allemaal naar dezelfde plek. En dan doe je gewoon de hele tijd vechten. Dat is een super vette game mode voor League of Legends. Wil je nog eens kwijt voor de fans? Sowieso. Ik wil sowieso een SO doen naar een fan in speciaal. Dat is Lars. Het is je boy Lars. Hij is eigenlijk onze doelgroep. Wij zijn aan het begin met Exulu gestart en
met dit team. En toen heeft zij dan gezegd, dit is een gast die is zo actief op onze social media en zo. En we vinden het super tof, dat soort mensen. En we hebben er meer van. En ik vind het in het bijzonder die fans, maar ook gewoon de gasten die ons volgen op Twitter, tijdens de games op Twitch, die ons aanmoedigen. Maar die ook wel eens grappen over ons maken. Ik vind het super tof dat ze ons volgen. Dus ja, thanks. En we hopen dat we nog eens een keer wat winnen, want anders weten allemaal dat het saai is om de fan te zijn van een team dat nog niet wint. Dus we gaan jullie niet teleurstellen. Top man, hartstikke bedankt. En tot snel.